We sluiten het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt voor 24 uur vanaf vanavond 19:30. Tijdens de avond en nacht kunnen we op verschillende plaatsen regen verwachten, variërend van licht tot matig en mogelijk zelfs zwaarder in sommige binnenlandse gebieden. Tegen het einde van de nacht kan er lokale nevel of mist ontstaan, vooral in bosgebieden. Morgenochtend en overdag kunnen er ook enkele lichte regenbuien zijn met heilig weer. In de middag kunnen we opnieuw regenbuien verwachten die plaatselijk tot wijdverspreid kunnen zijn en gepaard kunnen gaan met onweer en windstoten. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat het morgen lokaal winderig kan worden met buien die soms gepaard gaan met windstoten.